u twee koffie? Ja. Heeft u er ook een roze koek en een gevulde koek bij? Ah, lekker. Oeh. En weet u waar de heer Achterberg is? Dit is de omroepen of de speaker, de stadion speaker. Zal eigenlijk in de bestuurskamer weten. Ja? Ja. Ik ruim jouw spullen wel op, Fie. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Ik ben Waas. Goeiedag, Pankje Achterberg. Hallo. Bekend. Hoi, Pankje Achterberg. Dit is de plaats waar u gaat... Ja, hier ga ik zo zitten. Je kunt hier maar eigenlijk... Ik zie alleen maar... van het veld zien. Ja. Het andere doel is een gok. Dan hebben ze pech. Misschien is er gescoord in de 32e minuut. Ja. Nee, dat is niet helemaal waar. Normaal, als de wedstrijd begonnen is, dan ga ik hier weg. En dan ga ik voor de kantine staan. En als er gescoord wordt, dan sprint ik weer terug. Maar als je er afgelast is, zit je hier een doelpunt... Ja, dat risico loop ik, ja. Als de scheidsrechter alsnog de goal afkeurt, dat ik dan... Dan weer... Dat ik weer terug kan. En hoe word je nou speaker? Daar word je op een gegeven moment gewoon voor gevraagd. Ja, maar op stem of zo? Of, Ja, nou, ik ben lid van de amateurtoneelclub in het dorp. Dus ze kennen mijn, vocale kwaliteiten. En wat was uw laatste grote rol dan? Een chagrijnige oude man in die een hok zat te bewaken op dijkdoorbraak. Op dijkdoorbraak? Ja, een beetje licht gestoorde, chagrijnig oude man. Ja, toen dachten ze meteen, die moeten we hebben. Typecasting. Ga je draaien? Nou, dat weet ik nog niet, maar het moet natuurlijk wel iets, iets vrolijks zijn. Bij de wedstrijd. Ja, precies, ja. Je moet ook een beetje de tegenstander een beetje onder de indruk laten. Ik ken persoonlijk geen beroemde artiesten uit Egmond binnen. Nee, die bestaan ook niet. Die bestaan niet. Nou, in Hilpendam hebben we ook niet zo heel veel beroemde artiesten. Nee? We hebben een schaatser, Annette Gerritsen. Komt die hier vandaan? Die komt hier vandaan, ja. Als je die langs de lijn zet, dan denk ik dat ze wel onder de indruk zijn. Het is wel moeilijk werk hier voor je, vind ik. Ja, dit is echt heel makkelijk gemaakt. Wacht even, daar denk ik. Is het eentje van de vorige week? Life is life. Oh, die is goed. Da, 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 da. Maradona. La 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 life. Da, 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 da. Je moet toch ook een Maradona hebben? Wie is de Maradona van Ilpendam? Wie is de Maradona van Ilpendam? Ja. Je ziet de man op het veld staan. Dus, goedemiddag dames en heren, namens het bestuur heet ik u hartelijk welkom bij de wedstrijd van Ilpendam tegen Sint Adelbert. Ik begin met de opstelling van Sint Adelbert. In het doel Jaap Weijers, in de achterhoede Piet Palmvier, Carlos Smit. Dat wij met z'n tweeën denken, Peter en ik, dat, dat de speaker dat je het wel moeilijk maakt. Ja? Dan moet je kan ook denken van bouw een hokje zeg maar in de hoofdtribune. Dat hij dus een overzicht over het veld heeft. Dat hij hoeft niet helemaal weer te lopen. Hij kan wat meer zeggen, hij kan wat meer... Het zou een optie kunnen zijn. We hebben het ook in die dip toch ook zijn charmes dit. De jongen kan lekker hier tussen het publiek staan, tussen de mensen. En dan moet hij af en toe even naar binnen. Dan warmt hij weer even door. Ja, maar ik heb het wel met hem te doen. Zit hij alleen in zijn hokje daarop? Nou ja, dan kan je toch naast gaan zitten dan? Ik als voorzitter? Ja. Heer! Let's go! Go, go! Hij is goed gekeurd. Oh, afgekeurd, Bankie! Afgekeurd! Ja, is een mooie goal. Hij is afgekeurd! Bankie! Ja, mooie goal. In de vijfde minuut is Ilpendam op voorsprong gekomen door een doelpunt van Paul Volkers. Goed gedaan. Nou, dan ga ik weer terug. Ja. Ik hoop niet dat het 10-0 wordt. Want... Ik zie dat de stand niet bijgehouden wordt. Moet ik de 1 op het bord gaan hangen? Ja, kun je dat even regelen? Ja, ik kan dat. Ja. Kan ik dat doen? Ja, dat zou jij kunnen doen, ja. Schande dat het niet wordt gedaan, dit. Als je later aankomt en je kijkt op het bord, 0-0.
kan voor hetzelfde geld 4-1 staan. Ik vind het ook leuk om te doen. Stand 1-0, maar dat is voor de thuisclub. Oké. Okay. Goed, nou, daar gaat hij. Jullie staan voor! Deze niet eens. Ja. Dan is het weer wachten tot er weer gescoord wordt. Ja. Stadion speaker. Grote klasse hoor. Ik vind het toch belangrijke mensen. Ik vind het lekker als je op de hoogte gehouden wordt. Ja. Hey, maar op de dam, hè? 1-0. Hoor je nou? Rust. Wat? Annette Gerritsen woont hier. Ja? Gaan we toch even langs? Nou, even kijken waar ze woont. Nee, ik kan Timmertje even bellen. Goede vriendin van mij. Tuurlijk. Wacht even. Bel zou ik zeggen. Het is mobiel bellen, je kan gewoon lopen. Hé, hey, Marjan. Met Peter. Peter. Nee. Heerschop. Peter Heerschop. Ja, kom maar. Nou, we vinden het wel.